Kijk, je hebt golven in het water, maar ook andere golven zijn er. Bijvoorbeeld, geluid is ook een golf. En wist je dat licht ook een golf is? Wel bijzonder, zoals je ziet. Het heeft twee richtingen, twee componenten. Maar licht is een familie van hele andere soorten golven. Kijk, zichtbaar licht, dat zijn we gewend. Maar de familie van licht is bijvoorbeeld de röntgenstraling of de warmtestraling. En ook radiogolven zijn familie van onzichtbaar licht. En daar gaat het over, over de familie en de kleur die erbij hoort. Het gaat over het elektromagnetisch spectrum en de kleur van een ster. We beginnen met het zichtbaar licht en natuurlijk röntgenstraling. En we hadden ook nog warmtestraling en de radiogolven. De warmtestraling is hetzelfde als infrarood. En deze zijn familie van allerlei andere soorten golven. Eén grote familie en dat noemen we het elektromagnetisch spectrum. En daar is ons licht dus maar een heel klein onderdeel van. Het zijn golven, dus hoort er frequentie bij. En je ziet links helemaal een frequentie van 0 en rechts neemt het toe tot 10 tot de macht 22. Rechts toenemende frequentie en daardoor zal de golflengte afnemen, kleiner worden. En helemaal links afnemende frequentie en daar krijg je een ontzettend langgerekte golflengte. Golven, dus geldt er de meest belangrijke formule voor golven, V is lambda maal F. En voor het elektromagnetisch spectrum is één ding zeker en dat is de snelheid. De snelheid is gelijk aan de lichtsnelheid. Voor ieder type golf van het elektromagnetisch spectrum is de snelheid gelijk aan die van de lichtsnelheid en die zie je natuurlijk weer in binnens terug, tabel 7a. Goed, dus de snelheid is constant en daardoor zie je dus ook meteen van goh, als dus de golflengte afneemt, dan moet dus wel de frequentie toenemen. Nou, dus en andersom natuurlijk ook, hè. Als de golflengte toeneemt, neemt de frequentie af. En helemaal aan de rechterkant, bij een hoge frequentie, heeft die golf een grote energie. En dat is gevaarlijk. Bijvoorbeeld, denk aan de radioactieve straling. En iets dichter bij huis, ja, als je op strand ligt, word je warm. Word je bruin door ultraviolette stralen, maar daar krijg je wel huidkanker van, althans grote kans op. Dus grote energie, gevaar. Aan de linkerkant van het zichtbaar licht, ja, heb je juist lage energie, kleine frequentie. En bijvoorbeeld de warmtestraling, ja, zo'n warmtelamp is totaal niet gevaarlijk. En al helemaal niet de magnetronstraling. Ja, ons zichtbaar licht trouwens ook niet, hè. Alleen het hele kleine stukje ultraviolet. Daar moet je voor oppassen, maar voor de rest is zichtbaar licht totaal niet gevaarlijk. Al deze soorten golven staan natuurlijk ook weer in BINA's. Tabel 19b, een hele verzameling van de laagste frequentie tot de hoogste frequentie en de naam erbij en een toepassing erbij. Al die straling komt ook tot ons vanaf de ruimte. En als je naar boven kijkt, zul je zien dat er verschil is in kleur van de ster. En hoe komt dat? Nou, we nemen één ster en dan zie je dus dat bij die ene ster niet iedere kleur even sterk vertegenwoordigd is. Nou, je hebt hier één kleur en die is het meest vertegenwoordigd, hè, dat is magenta ongeveer, denk ik. Ja, en hè, die met een golflengte van 0,475 micrometer, die is het sterkst vertegenwoordigd bij deze ster. En dat bepaalt de kleur van deze ster, samen natuurlijk met die andere kleuren. Hè, mengt dat en dan krijg je één kleur. En het maximum. In dit geval dus de 0,475, dat hangt af van de temperatuur van de ster. Ja? Dus die maximale waarde van golflengte hangt af van de temperatuur, natuurlijk wel in Kelvin, let op, hè, geen graden Celsius, maar Kelvin. En die kW die hierboven staat, dat noemen we de constante van Wien. De constante van Wien, de constante, dus waar staat die? Natuurlijk. In BINA's tabel 7, daar staan al die constantes. En na een beetje zoeken, zie je daar de constante van Wien. En daarachter staat de waarde. Nee, een 2,9 keer 10 tot de macht min 3 ongeveer. Nou, weer even terug naar die uitdrukking. Hè, constante van Wien, we noemen dit dan ook de wet van Wien. En daarmee kun je dus bepalen, bijvoorbeeld, als je de kleur van zijn ster weet, dan kun je de temperatuur van die ster bepalen. Want de temperatuur is dus dan die constante gedeeld door golflengte. Constante BINA's, golflengte
eventjes onderzoeken met je telescoop. En dan zie je dat voor deze ster de temperatuur een dik 6000 Kelvin is. Even terug naar onze eigen omgeving. Waarom zie je dingen? Dat is omdat er licht opvalt. Ja, licht valt erop, het weerkaatst en dan zie je het met je ogen. Maar als het licht wegvalt, ja, dan is het donker, dan zie je niets meer. En toch, in het donker, zullen alle voorwerpen toch stralen. Alleen, ze stralen in een golflengte die jij niet kunt zien. Wat je kunt doen is de temperatuur verhogen. Maar kijk, als je de temperatuur verhoogt, kijk maar naar de wet van Wien. Als de T omhoog gaat, betekent dus dat de golflengte kleiner wordt. En een kleinere golflengte, dat zie je dus, dan verschuift het spectrum naar rechts toe. Kleinere golflengte. En dan zul je dus het eerst de kleur rood tegenkomen. En dat is ook wat je gaat zien. Dus als je voorwerp gaat verhitten, ja, dan gaat het gloeien. En in welke kleur gaat het eerst gloeien? Precies, in rood. De eigenschap van zo'n voorwerp dat het altijd straalt, ondanks dat je het misschien niet kunt zien. Ja, zo'n voorwerp noemen we een zwarte straler. Ja, dus een voorwerp dat straalt uit zijn eigen zwarte straler. En daarvoor geldt dus die wet van Wien. En in BINAS heb je verschillende van die krommen. En die krommen noemen we Planck-krommen. Ja, Planck, misschien ben je het al een keer tegengekomen, constante van Planck. Maar bij diverse temperaturen, ja kijk hier, 6500 Kelvin, 6000, 7500, bij allerlei temperaturen is de kromme getekend. Nou, laten we eventjes een paar van die krommen bekijken en doen we het even met behulp van wat sterren. We pakken als ster de zon. Ja, je ziet, de zon heeft een temperatuur van ongeveer een 5700 Kelvin en dan zie je dus dat die kromme erbij hoort. En hoera, ja, het maximum van de zon zit redelijk in ons zichtbaar gebied. Ja, dus dat is hartstikke mooi natuurlijk dat dat precies zo uitkomt. Ja, zo had het moeten zijn blijkbaar. En een andere ster, ja, de Vega, die heeft een effectieve temperatuur van, nou, wat is het, 10.000 Kelvin. Ah, die staat er niet eens op. Oftewel, die ster is heel ver naar links toe. Ja, en dat betekent dus dat het stukje wat je nog ziet, ja, daar vooral blauw het meest in voorkomt. Ja, oftewel, die ster zul je het meest blauw zien. En een andere ster, ja, de Antares A, een koude ster, ja, slechts 3000 Kelvin. Nou, dat zit dus daar ongeveer tussenin. En die verschuift dus meer naar de rechterkant. En dat betekent dus dat die ster meer rood is. Dus je ziet dus dat de sterren allemaal een verschillende kleur hebben. Ja, omdat ze verschillende temperaturen hebben. Ja, en dat komt, of komt, hè, de wet van Wien beschrijft dat. Nou, nu even een voorbeeldje. Voorbeeld uit een examen 2019. Het gaat over kooksteen, niet over sterren, maar ja, de theorie blijft gelijk. Lees het eerst even door, los het eerst zelf eventjes op. Ja, dus klik op pauze en ga zo meteen weer even verder om te kijken of we het ermee eens zijn. Nou, goed. Eerst, het maakt niet uit welke opgave je doet. Je begint altijd met het verzamelen van de gegevens. Een heel verhaal hier, maar er is maar één ding van belang. Dat is namelijk de temperatuur. 384 graden Celsius. En als je gegeven hebt, kijk naar de eenheid. Is de juiste eenheid? Nee. Het moet namelijk Kelvin zijn. Dus omrekenen naar Kelvin. Even 273 bij optellen. En dan heb je dus als gegeven 657 Kelvin. Dat is het enige gegeven. Wat wordt gevraagd? De golflengte wordt gevraagd, niet de golflengte, maar de golflengte die het meest wordt uitgezonden. Nu kun je dus de hele opgave in feite wegdoen, behalve deze twee regeltjes. De temperatuur en wat wordt gevraagd. Dan moet je natuurlijk wel eventjes afvragen van ja, maar hoe kan ik nou dat gevraagde vinden? In dit geval is het makkelijk, want we hebben in dit stukje maar één wet gehad. Maar normaal moet je er natuurlijk wel even over nadenken. Maar wat moet je gebruiken? De maximale golflengte. De wet van Wien. Nou, nu is het een kwestie van invullen, dus ik laat meteen even de uitwerking zien, zoals je bij het examen hoorde. Ja, en dan zie je daar de uitkomst. Ik hoop van harte dat je deze uitkomst ook had.
Let op dat je alleen voor het omrekenen al een punt zou krijgen. Dus je krijgt een derde van alle punten puur het voorwerk. Ja. Gebruik van een formule, ja, ook belangrijk. En tenslotte de rekenpartij 1 punt. Ja, nou, nogmaals, ik hoop dat dit niet al te moeilijk voor je was. Nu eventjes weer terug naar de sterren. Ja. We kijken naar de sterren en dat doe je bijvoorbeeld met zo'n soort telescoop. Ja. We noemen dit een optische telescoop. Optisch, waarom? Omdat het werkt met zichtbaar licht. Ja. En dat is op zich heel makkelijk natuurlijk, hè. Maar het heeft zijn nadelen en daarvoor wordt het ook vaak wel eens dat zo'n telescoop een beetje hoger wordt gezet. Ja. Want waarom? Ja, als je dus echt op een bergtop zit, heb je minder last van de atmosfeer. Ja. Uitlaatgassen, lichtvervuiling, etcetera, etcetera. Ja, dat is allemaal minder als je in een afgelegen gebied zit, bijvoorbeeld in Chili. Hè, heb je op de bergketen Andes daar, heb je prachtig mooi uitzicht en kun je goed die sterren bekijken. Nog beter is natuurlijk om de telescoop nog hoger te doen en dan kom je in de ruimte terecht. Kijk, deze. Ik dacht dat dit de Hubble was. Ja, een heel belangrijke astronomische telescoop. Daar een satellietje en dergelijke. Ach, doe maar weer. Hè. Op aarde kun je trouwens ook hele scherpe foto's maken, maar niet met zichtbaar licht, maar met radiogolven. Radiogolven hebben geen last van de atmosfeer, die gaan er gewoon doorheen. Ja, in Westerbork staan een heel rijtje van die radiotelescopen. En zo kijken we dus naar de sterren, naar het heelal. Maar, let op, het kan natuurlijk ook zijn dat wij worden bekeken. Mooi moment om af te sluiten, om daar even over na te denken. Bedankt voor het horen en tot ziens.